Als ik dit zie, krijg ik al stress. Kijk uit hoe klein een gat in moet komen. Mooi in die baarmoeder, dat is ook fijn. Wat zou die anders moeten zitten? Ik moet je een geheimje vertellen. Oké, Angelique, jij wordt tante. Ik ben tante! Hey jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij zijn nu onderweg naar de verloskundige, want we gaan de 10 weken echo doen. En ik ben echt benieuwd hoe groot onze kleine reiskorrel nu is. Pien is ook gezellig mee. Als ik dit zie, krijg ik al stress. Kijk uit hoe klein een gat in moet komen. Wajo. Mooi in die baarmoeder, dat is ook fijn. Wat zou die anders moeten zitten? Nou, het zou ook in een eileider kunnen zitten. Daar ben je dan echt niet blij mee. Nee, maar wat gebeurt er dan? Ja, dan moet de zwangerschap verwijderd worden. Oh. Want de baby kan niet in een eileider blijven zitten, want dan kan die knappen. Ja. Dus Nee, als ik even door de baarmoeder heen ga, hier kwamen we de baarmoeder net in, hè? Zie je dat hier? Dan zien we de zak. We zijn net terug van de gynaecoloog en alles is goed gegaan. Dit zijn de foto's. En hij was echt kapot druk aan het springen en zwemmen. Dus ik ben blij dat alles goed is gegaan. Over 2 weken heb ik weer een nieuwe echo en dat is dan de 13 weken echo. Alleen had ik al eerder in mijn vlog gezegd dat ik problemen had met mijn schildklier. Dus ik moet volgende week gaan prikken om te kijken of alles wel goed is met mijn schildklier. En anders moet ik daarvoor medicatie gaan slikken. Dat komt nu wel allemaal heel dichtbij. Nu ik zeg maar mijn kind heb zien zwemmen en bewegen en zo, denk ik echt van oh mijn god, ik heb gewoon een mens groeien in mijn buik. En Daf heeft eigenlijk een beetje hetzelfde. Pas als ik echt een grote buik heb, gaat dat besef komen van oké, we gaan een kind krijgen. En nu is het nog van ja, we geloven nog niet. Nou ja, echt. Ik vraag me echt af of andere mensen er ook in zo in staan. Ik heb trouwens vandaag ook mijn haar gedaan bij Shea for Beauty. Zoals jullie weten draag ik eigenlijk altijd pruiken. Maar dit is een leave-out, waardoor het gewoon echt lijkt, zeg maar, uit mijn hoofd groeit. En ik vind het echt kapot mooi. Ik vind het echt jammer dat ik dit niet eerder heb gedaan, want ik ben helemaal in love. Helemaal totally in love. Ik ben net wakker. Ik hoor Pien het gewoon non-stop in de straat blaffen. En in ieder geval, ik ben dus vandaag eigenlijk heel dag misselijk geweest. En ik heb echt weinig gegeten. Ik heb wel fruit gegeten. Maar ik heb nu gewoon zoveel zin in de McDonald's. Dus ik ga nu naar de McDonald's. En niks en niemand gaat me tegenhouden. Ik zou zeggen dat ik ga naar de McDonald's. Zijn die McDonald's? Zeg ja. Ja. Dus dat is wat ik nu ga doen. Dat is mijn planning. Heb ik geld bij nog? Ja. Nou. Je kan ook een kip 6 nemen of zo, toch? Ja. Boah. Mag ik dat? Een kip 6. Oké, moet je patat erbij? Ja, met frietzak. Oké. Is goed, frietzak. Dankjewel, lekker ding. Doei, love you. Tot zo. Nou, daar staat dan met mijn S in de Mac Drive. Life is going so good right now. Ik sport voor saus. Ik dacht, laat me ook patat voor Daf nemen, want hij eet altijd mijn patat op. En toen ik wegging, zei ik, moet je eet? Toen zei hij, nee. Dus ze kunnen mij horen. En ik dacht, ik bel hem gewoon nog even 1 keertje. Want dan weet ik zeker dat hij niks wilt. En nu wilt hij best wel wat. En zo gaat het altijd. Dus goed dat ik even heb gebeld. Goedenavond, zeg maar. Hallo, mag ik een vegan McChicken menu? Ja. Met frietsaus en water. Ja. En bestaat een kip 6 menu of niet?
Nee, ik heb 9 minuten staan. Oh, ja, doe dat dan maar. Ik heb 9 minuten. Of nee, doe maar 6 kipnuggets en een medium friet. En welke saus wilt u bij die kipsaus? Doe maar zoetzuur en barbecue. En frietsaus? Ja. Friet met frietsaus, ja? Ja, graag. Dat was hem? Ja, dat was hem. 17 euro. Oké. Okay. My fat ass, niet McDonald's. Besef, ik lag op bed, half aan het slapen. Toen kwam Daf binnen en toen dacht ik, nee, ik moet echt Mac. Zomaar ook, dan niks. Nou, ik ga even mijn eten bestellen en naar huis racen en het dan opvreten met de video. Oké, dus nu ik ons voedsel heb opgehaald. Ja, ik kan het echt niet laten hoor, maar ik ga gewoon lekker Davinio's frietjes stelen. En dan doe ik gewoon alsof dat, ja, alsof ze gewoon weinig patat erin hebben gedaan. Dit is gewoon die extra die je moet betalen. Voor degene die de driver is, hè. Oh, lekker. Ze zijn lekker fris. Oh, ze zijn zo warm dat mijn mond bijna verbrandt. Wauw. Nou, dat zie je ook niet vaak bij McDonald's. Nam, nam. Ik heb eindelijk een goede reden om mezelf vol te vreten zonder dat iemand er iets over mag zeggen. Nou, een hele goede morgen, jongens. Het is bijna 12 uur. We waren eerst onderweg naar Almere Haven, want we wouden naar een babywinkeltje gaan. Om ja, de spulletjes te kopen om aan onze familie te laten weten dat we een kleine krijgen. Alleen die winkel die was dus gesloten. Dus we gaan nu naar Almere buiten. Naar Prenatal. En daar gaan we eigenlijk de dingetjes halen. En ja, ik ben echt benieuwd hoe ze gaan reageren. Waar gaan we naartoe? Almere buiten toch? Je gaat nu naar Nobelhorst. Is goed. Oh. Je rijdt verkeerd. Ja. Dat weet je wat ik zo grappig vind van jou? Nou. Is dat jij me wil komen uitleggen hoe ik moet rijden in mijn eigen buurt. Ja. Grappig ben jij. Ja, maar dat heb je ook in Barneveld. Dan wil je mij komen uitleggen waar mijn huis is. Ja. Ja. Omdat ik altijd de weg weet, jongens. Nou, echt totaal niet. Ja, ik zeg jullie wel eerlijk, ik denk dat ik een ziekte heb. Dat is zeg maar zo'n ziekte dat je wegen niet kan onthouden. Want bijvoorbeeld bij Davinio's oude wijk, daar waren we echt 80 keer heen gereden. En ik wist de weg nog steeds niet, welke afslag. En dan kregen we ook gewoon letterlijk discussie van, ja, hoe kan je de weg nog steeds niet weten? En nou, hoe kan het nou dat je al 20 keer daar bent gereden en nog steeds de weg niet weet? Ja, je dacht ook één keer dat ik je in de maling nam. Ja. Zij, maak je dan, ben je dan echt serieus of maak je dan steeds een grapje? Vondelijk is dus gewoon waarschijnlijk, ja, die heeft blijkbaar een... Ja, ik denk, bestaat zo'n ziekte dat je, nou, zeg maar wegen kan. Het is geen ziekte, hebben. Maar ik denk dat het gewoon een afwijking is die jij hebt. Dat je gewoon de wegen niet meer weet. Nou, maar ik weet wel dat ik niet de enige ben die dat heeft. Heel veel vrouwen hebben daar last van, dat ze wegen niet kunnen onthouden. Ja. Maar gelukkig heb ik een geweldige vriend die dat wel kan. Dus als ik met jou ben, dan verdwaal ik nooit. Ja. Nou, we gaan nu even Prenatal shoppen. Hopelijk ziet niemand ons. Nou, wat schattig. In dit soort winkels vind ik die kleren echt zo lelijk. Ja? Nou, ik zie wel een paar schattige dingetjes, maar... Nou, bijvoorbeeld die met die eenhoorns. Hij... Dit bijvoorbeeld. Ja. Nou, iets makkelijk. Ik heb een broodje roomkaas van de Hema. Ik dacht dat ze bij de Hema alleen van die worstenbroodjes verkochten. Oh ja, we zijn trouwens niet geslaagd. Ze hadden echt alleen maar stomme kleren daar. Ja. Dus we gaan het waarschijnlijk gewoon online bestellen. Nou, ik ben nu bij de Zaar. En ik keek even en je ziet het wel echt wel heftig hoor. Ik was van mezelf natuurlijk al best wel of bol. Maar ik was ook afgevallen, dus... Jeetje meneetjes, hè. Nee. Nou, we gaan straks naar een event, dus ik moest even dingen halen. Dus wat zei je? Wat zei je? Dat je dit voor me gaat halen. Ja, we zijn toch in de Zara, dat kan het wel. In de Zara kan het wel. We zijn bij de feestwinkel en toevallig hebben we nog iets kunnen vinden. Deze is leuk. We gaan het doen dat de virusmoeder het vasthoudt en dan weet je niet wat het is. En dan gaan we de film voor op TikTok.
Nou, helemaal leuk. Ik ga nu door naar werk. Dus ik zie jullie weer een andere dag. Doei doei. Hey jongens. Het is ochtend. Het is kapot koud. Ik heb even snel de airco aangedaan. Met... Kijk dit. Ik heb me dus laten vertellen dat het belangrijk is om te gymmen als je zwanger bent. Dus ik was sowieso alweer 3 keer per week aan het gymmen. En ik weet niet of je me goed hoort hoor, door die airco. Maar ik was sowieso al bezig met 3 keer per week gymmen. Alleen had ik mijn personal trainer nog niet verteld dat ik zwanger was. Dus ik was echt keizwaar aan het liften en dit en dat. En toen zei Davinio ook van ja, we kunnen het een beter de volgende les vertellen. Dus dit wordt vandaag eigenlijk mijn eerste zwangerschaps gym. En dat ga ik ook gewoon 3 keer per week blijven doen. Want ik wil natuurlijk wel fit mijn bevalling ingaan. Lekker gym, mijn schat. Ja. Moet je niet op je telefoon zitten. Nou, dit is de gym waar wij 3 keer per week gymmen. En Davine heeft wel progressie gemaakt. Want eerst had hij hier alleen maar vetjes. Span eens aan. Zien jullie dat, jongens? Nee, je moet goed aanspannen. Nu is hij zacht. Dit is onze personal trainer en hij traint ons 3 keer per week en hij is ook gespecialiseerd in zwangerschapstraining, dus nu ben je met mij het voortduren. Daar gaan we mee aan de slag, hè? Ja, en toen ik hier kwam, toen zei ik van ja, ik wil een paar kilo's afvallen en toen stond ik op de weegschaal, toen dacht ik ja, dit gaat nooit minder worden, zeg maar, het gaat alleen maar bijkomen. Voorlopig gaan we hem gewoon in de gaten houden, toch? Ja, als we maar fit de bevalling ingaan, hè? Ja, dat is het belangrijkste. We zijn net klaar met gymmen en we hebben besloten om Davinio's moeder te vertellen. Het is wel spannend hoor. Jongens, we hebben een obstakel. Ja. Kijk eens, film eens. Ja, hoe ga je hier in godsnaam langs? Kijk, ik. Kijk hoe ik dat doe, hè. Oké, maar ga rustig op die stoep, hè. Hé, praat rustig, hè. Pas op. Wat denk je? Pas op. Piep. Ja, draai even rug. Oké, dus hoe gaan we je moeder vertellen wat ze oma wordt? Oh, klinkt wel eng hoor. Mijn moeder die wordt oma. Ja. Ik zie het gewoon allemaal, ik vind het allemaal nog onwennig. Het voelt allemaal nog een beetje. Onrealistisch. Ik weet wel dat jouw moeder ons kind echt gaat volproppen met snoep en alles. Ja. En alles wat bij ons niet mag, mag bij je moeder wel. Ja. Maar één voordeel, als mijn moeder oma wordt, komt oma vaak schoonmaken. Dus maar oké, hoe gaan we je moeder vertellen? Het leek het dus leuk om te zeggen dat we voor een TikTok video mijn moeder nodig hebben. Dat hebben we wel vaker. Ja. Dus dat komt niet heel gek over. En dan zeg ik, je moet iets vasthouden en je mag pas kijken als je ogen open doet. En, ja, dat is ook de enige manier hoe ze kan kijken toch? Ja, nee, maar ik bedoel, ze mag pas haar ogen open doen als ze dat shirtje in de vast heeft. Ja, ja. Als ze dat shirtje vast hebt en dan heeft ze dit shirtje vast. En daar staat op, here comes trouble. Ja, en dan denk ik dat zij, want dat is mijn moeder, die denkt, ik denk dat ze dat nog niet gelijk door gaat krijgen. Dat ze denkt, huh? Nee, denk ze, huh, wat is dit nou? Ik denk in eerste instantie dat ze gaat denken dat het voor een TikTok video ze geprankt wordt. Dat ze geprankt wordt. Ik denk dat ze dat als eerste. En ik denk na een half minuut moet het kwartje wel vallen. En dan, spannend. Nou, wat Davinio dus eigenlijk aan het vertellen was, is dat we ons hele huis aan het verbouwen zijn. Ik had al een klein stukje laten zien toen mijn kantoor aan het opruimen was. Ja. Maar dat kantoor van mij, dus de grootste kamer van ons huis, dat wordt dus onze slaapkamer. En de slaapkamer van ons nu, die is dan boven, dat wordt dan onze babykamer. Maar we moeten nog heel veel doen. Dus nu komt het wel. We of ik? Ik bedoel, Davinio moet nog heel veel. Ik moet toch mijn spullen weggooien? Ja, wauw. Huh? Ik heb een
een adres, maar dat is 178 kilometer, dat klopt niet. Ja? Ja. Mag niet kijken. En dan moet je dit vasthouden. Wat? Je ogen dicht. Nee, je moet met één hand ogen dicht houden. Ja. En dan dit vasthouden. Wat moet je dit moet je vasthouden. Echt waar. Okay. Dit moet je zo vasthouden. Ja. Nee, wat is het dan? Ja, dit moet je vasthouden. Ja. En dan moet je kijken naar de camera. Ja! Oh! Ja. Ja, oma. En dan geef ik je dus wat in je handen en dan moet jij dus raden wat het is. Oké. Okay. Ogen dicht, hè? Ja. Allemaal vast. Muis? Nee, 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 geen muis. Moet het vasthouden. Oh, ik moet het pakken? Ja. Ja, is toch niet je onderbroek of zo? Nee, 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 het is geen smerig onderbroek. Kan ik ruiken? Ja. Oei. Ik ben verkouden, dus het schiet al heel. Geen corona. Kan ik mijn hand erin stoppen? Ja. Ik weet het niet. Nou, doe maar je handen open. Een handsopje of zo voor de hond of zo? Nee, doe maar je ogen open. Oh! Oh! Ja! Komt een kleine. Ja. Nou, dan komt er zeker problemen. Gefeliciteerd! Ja, en dan moet je iets vasthouden en dan moet je raden wat het is. Dat is de trend. Ja, dus mijn ogen dicht. Ja, dus je ogen dicht. Ja? Ja, ogen, ja, je ogen staan open. Ogen dicht. Ja. En dan niet de ogen open doen, hè? Nee, nee. Dus dan moet je nu iets vasthouden en dan moet je raden wat het is. Ik moet iets vasthouden. Ja, hier vasthouden. En dan moet je raden wat het is. Tuigje van de hond. Fout. Nog verder? Ja. Okay. Nou, kijk maar hoor. Ah, schattig. En wat? Wat betekent dat? Echt waar? Wie zag er? Ja. Ja. Oh, leuk joh. Dus oma wat overgroot. Oh, wat leuk. De kleinkinderen krijgen kleinkinderen nu. Hey jongens, ik kom net van werk en we gaan nu naar mijn moeder toe, want we gaan mijn moeder het mooie nieuws vertellen. Alleen is Davinio het rompertje bij zijn tante vergeten. Dus ik had een nieuwe gehaald en hierop staat hoera, je wordt oma. En die gaan we dan aan mama geven. Ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ik ben echt benieuwd wat zij ervan vindt, want mijn moeder was ongeveer net zo oud, iets jonger dan dat ik nu ben. Dus dat is wel grappig. Ja, Pinet, dan word jij grote zus. Dus beter ga je gedragen, want nu doe je nog als een baby. We wachten even op Davinio, want hij is natuurlijk weer aan het omkleden en hij doet echt zo lang. Oké, Angelique. Ja? Ik moet je een geheimje vertellen. Maar ik ga het eerst aan jou vertellen en daarna ga ik het aan mama vertellen, oké? Okay? Oké. Okay. Oké, Angelique, jij wordt tante. Voor wie? Voor de baby in mijn buik. Echt? Geloof het. Geloof je niet? Nou, je wordt tante. Kijk. Deze gaan we aan mama geven. Wat staat erop? Hoera, je wordt oma. Gaat dat mama laten zien? Oké. Okay. Ja, maar nog niet zeggen, hè? Niks zeggen, oké? Okay? Huh, ben je echt zo? Ja. Kijk hier, kijk die grote buik. Oets, oets, oets. Een kleine Big Mac. Ja, hij is nu nog niet heel groot, maar voor een paar maanden. Hij is nu zo groot, zo. Ja. En dan moet hij groeien, 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 groeien. Ik geloof het pas als je een dikke bent. Ja. Ja. Nou, is hij niet al dik? Dan geloof ik het ook pas. Ja, hij is nu al... Hey, alsjeblieft niet praten. Nou, oké, okay, we gaan mama pranken. Weet je wat we gaan doen? Pranken. Ja, we gaan zeggen van, oké, okay, doe je ogen dicht. En dan moet ze voelen wat het is. En dan, daarna mag ze de ogen openen en dan gaat ze kijken. Ja?
Maar ik heb hier eigenlijk zin om zo'n eigen vlog te maken. Dus zo'n eigen... Nee, dit is nu niet jouw moment. Dit is mijn moment, oké? Oké. Kom eens een beetje zo. Ja. Oké, ik ga iets in je handen geven, maar je moet je ogen dicht doen. En dan moet je raden wat het is. Ogen dicht. Doe je ogen dicht, het is niks raar. Nee, het is niks raar. Echt dicht, hè? Alsjeblieft, doe jij je hand voor mama's ogen? Ja. Oké, ja, je mag voelen. Het is niks raar. Ja. Weet je weinig aan jullie kind? Ja, kijk maar. Oh my god, echt waar, zo vonne. Ja. Is het zover? Het is zover. Gone in 60 seconds, niet eens hoeveel? Hoeveel seconden was het? Dus je was schrikken, jongen. Ja, ik heb het zelf op ook, hoor. Ja, en omdat ik zo vaak op... Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En omdat ik zo vaak op Angelique heb gepast, dan mogen jullie ook heel vaak oppassen. Gelukkig, dan kan je in ieder geval mee... Ik ben tante! Ik denk dat je heel goed moet passen. Ja, Angelique, dan mag jij lekker oppassen, de vieze pampers schoonen. Nee, dat doet mama. Nee, dat ga jij doen. Oh, mama. Dat doen tantes, hè? Wist je dat? Ja, tantes dat deed Daphne nooit bij hè? Mij, hoor. Ja, en jij hebt ook een spaarpot met veel geld, dus jij gaat ook voor mijn kindje veel leuke dingen kopen, toch? Nou, nu word je echt oud, hè? Ja. Jij moet eens dus even weten, dit kindje gaat dus gewoon echt nooit niet zo hip opgevoed worden, dus... Ja, door mij word je wel hip opgevoed. Nou, okay. Dan word je zo opgevoed. Dat is dan wil, word je zo opgevoed. Hallo, stil maar. Ga jullie een spelletje leren op? Die zo vroeger speelde. Pak eens eentje. Kijk. Je moet kijken wie dichtst bij de muur komt en degene die dichtst bij de muur komt mag het geld houden van iedereen. Oké. Ik was hier altijd een pro in. Match. Bam, ik heb 4 euro. Nou, gefeliciteerd. Koop er een lekker ijsje mee. Rappen. Hey. Pina, wat is dat? Wat is dat? Leven. Nou, we hebben het nu ook aan mijn moeder verteld, dus als het goed is, dan weet eigenlijk heel de familie nu. Alleen Epro nog, Davinio's zusje en je broertje Kenji. Ja. En dan volgende week gaan we het online posten. En als jullie deze video zien, dan staat het waarschijnlijk al online. Weet je wat ik ook grappig vind? Ja. Even echt wat heel randoms. Maar vroeger in de auto, als je het licht aan deed, zeiden ze altijd, doe het uit! Anders krijg ik een boete, toch? Ja. Maar dat slaat echt helemaal door dat heb ik gewoon echt angst gecreëerd om dit aan te doen. Maar ik ben er pas sinds een paar dagen geleden achter gekomen. Ja. Dat licht aandoen in de auto mag gewoon. Ja? Ja, het mag gewoon. Ik weet niet, ik voel me gewoon zo illegaal als ik dit aanzet. Omdat mijn vader ging me altijd schreeuwen van, dan doe het licht uit! Ja, en dan moest ik het ook echt snel uitdoen. Ja, dat dus. Dat dacht ik ook altijd, dat je dan een boete zal krijgen. Ja. Maar het klonk ook altijd heel logisch en daarna dacht ik van, het slaat helemaal nergens op. Maar ik ben daar dus eigenlijk pas sinds kort achter gekomen. Ja. Maar ja, je mag het wel aandoen om eventjes iets te pakken, maar je mag niet je volledige rit daarmee aan. Nee. Dat mag niet. Maar hoe komen hun daarachter dan dat je hem al de hele rit aan hebt? Nou, misschien als je op de snelweg rijdt en je ziet heel de tijd een verlichte binnenkant. Misschien ben je heel lang wat aan het zoeken, toch? Ja, dat kan. Ja. Ja. Ja, nou. We gaan misschien morgen naar Epro, een andere dag. Ja. En dan gaan we Epro filmen. Maar Angelique begreep er eerst niks van. Nee, die begreep er helemaal niks van. Pas toen we het aan mijn moeder hadden verteld, toen... Voor mij klinkt het ook nog een beetje onbegrijpelijk, omdat het is nog allemaal niet echt... Wacht, het is nog niet echt allemaal realistisch. Het
is, of ja, waar, wat zeg ik allemaal? Ja, het is met nog die niet echo. Alle, het ziet er, bij die echo ook zag het er een beetje nog steeds. Het lijkt allemaal nog zo ver weg, zeg maar. Ik zie jou nog niet met. Ik denk pas als ik jou echt met zo'n buik zie, met zo'n mega buik zie lopen, dat ik echt dan denk, wow. De nu wordt, komt het dichtbij. Ja. Maar nu vind ik het allemaal nog. Ja, is het nog allemaal zo. Ja. Ja, ik denk hoe noem ook dat je dat ongrijpbaar? Of hoe noem je dat? Het is zo. Onrealistisch. Onrealistisch. Ik denk ook dat ik heel veel last ga hebben van mijn hormonen. Dus nu ik nog een beetje aardig ben, zou ik wel een beetje genieten nog ervan. Heb ik nu al. Nou, het valt wel mee hoor. Ik vind mezelf nog best wel aardig. Ja. Ja. Alleen wat ik wel heb is dat ik echt alleen maar patat eet. Omdat ik andere gerechten gewoon echt niet naar binnen krijg. Kan je wel zien hoor. Ja, bij jou ook. Jij bent hier zwanger. Mooi. Bij mij kan je net zien. Ja. Zeker niet hoor. Jawel hoor. Nee hoor. Jij loopt ook alleen maar hamburgers en patat eet. Ja, maar je ziet het niet aan mijn buik. Oké, doe je shirt omhoog dan. Zo, nou dat zie je wel hoor, schat. Hey mensen, een hele goede morgen. Ik heb net yoghurt met fruit voor mij gemaakt en voor Duff. Die, ja, hij lijkt op kabouterplop omdat hij me ban het op zijn hoofd heeft gedaan. En dat ga ik nu even eten. Eet smakeloos. Wisten jullie dat als je zwanger bent, dan mag je geen kaneel eten? Echt jammer, want ik hou echt van kaneel. Hoezo mag dat niet dan? Ik weet niet, er zit een bepaalde stof in die je niet mag eten als je zwanger bent. Hmm. Ik had opgezocht. Ik heb echt alles opgezocht op Google. Hopelijk weet ik alles. En gaat de moederpolitie mij niet bekeuren op social media. Hi jongens, mijn telefoon was uitgevallen, dus vandaar dat het alweer avond is. Maar ik wou jullie ook lijkt echt op een monster, ook met dat licht van onder. Moe. Nee, ik wou jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Omdat we eigenlijk langs alle familie zijn gegaan om het goede nieuws te vertellen, heb ik weinig tijd gehad om over het traject te praten. Dus dat zal ik dan doen in de volgende vlog. Voor de mensen die geïnteresseerd waren in hoe mijn traject nou is gegaan. Dat zal ik in de volgende vlog met jullie bespreken. En ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Volgende week vrijdag om 6 uur staat weer een nieuwe vlog online. En wil je een melding krijgen als ik een video upload? Abonneer dan sowieso eventjes op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Want ik dacht dat we matties waren. En je hebt nog steeds niet geabonneerd. Dat is gek. Oké, praat niet meer tegen mij. Doei.